Echt serieus. Hoi YouTube, issues met Discord link in de chat plaatsen voor livestreams. We gaan naar de nachtvlucht, waarom ook niet? Nee, ik ben slechts sneller! JB'tje. Ja, maar ook maar een JB'tje. Nee, ik heb jullie nodig! Dat was een hele mooie link! Oh, we mogen rondjes gaan vliegen. Ik ben hier zo goed in. Kan ik dit in één keer? Waarschijnlijk niet. Geen valse hoop. Al ziet deze er niet zo moeilijk uit. En nou heb ik mij gejinxed door te zeggen dat deze er niet zo moeilijk uitziet. Waar gaan we heen? Oh boy. Misschien was dit toch een beetje makkelijker met de pijltjes toetsen. Oké. So far so good. Oh, poortjes. 2 seconden per poortje. Oh, die zitten heel dicht op elkaar. Volgens mij mis ik er één. Ik hoop het niet. Nee, we missen er geen. Oké, wat moeten we hierna doen? Wat nu? De lantaarnpaaltjes moeten we ook aansteken. Kan ik dat naast die laatste ring doen? Zo. Maar goed, de scherpe draai in één keer omdraaien zo. Volgens mij deed die op een andere volgorde, maar dat weet ik dus niet zeker. Want nou weet ik dat er hierheen. Oké, nee, wacht, we kunnen nog hier langs. Ik weet niet precies wat hun volgorde is, maar we gaan het gewoon proberen. Zo, dat is er één. Dit is er wel één. Ik geef niet op. Ik ga niet opgeven. Hopelijk kan ik hier ergens gewoon middenin. Oh boy. Dit gaat het niet worden. Oh, en na de poortjes kun je dan zo... Oké, ik snap hem. Ik ben echt dom. Het ging goed. Dus na de poortjes wil je de vuurtorens doen. En na de vuurtorens wil je de kistjes doen. Duidelijk. Denk ik. Oh nee, nu wil je de kistjes al doen. Na de poortjes wil je de vuurtorens doen. Dus nu de kistjes. Deze is lastig, jongens. Echt. Die haal je maar net. En ja, dit zijn de meest irritante dingetjes die je... Ze zijn namelijk nog niet eens nodig. Oké, er is een andere, weet je wel, die ballonvaarder. Die brengt je elke keer naar de andere wereld. Eentje is volgens mij met gems, dus... De gems hebben een soort van nut, denk ik dan. Maar ja, dan nog. Deze levels zijn gewoon zinloos, houd daar maar op. Duikvlucht! Ik haat deze steentjes. Maar Mumei heb ik ooit zonder jullie gekund eigenlijk dan. Volgens mij niet. Dus wat hebben jullie allemaal gedaan? Spyro the Dragon! In het Nederlands! Oké. Weer eventjes in de vrolijke chakra. Gewoon weer even vrolijk. Met vliegles. Met knas die knork. Nou, betere vraag. Hoe was jullie weekend gewoon in het algemeen?
Niet gaan lopen pingelen, ik ben netjes hier alles aan het verzamelen, ja. Oké, we zijn die vuurtorens. Hier begint hij. Oké, hier begint eerst de vuurtoren. Dan hebben we er hier één. Dan hebben we er daar weer één. Oh jongens, dit is tight. Kom op. Is goed, Mumee. Doe rustig aan, zou ik zeggen. Pak een beetje rust. Stop level. Dat level. Hoe dan? Ah, jongens toch, dat was way too close for comfort. Oké, volgens mij hebben we hier nou alle levels gedaan. Dus kunnen we inderdaad naar onze ballonvriend. Je weet wel, de gast met de slechte stem. Waar zat hij eigenlijk ook alweer? Dat is het begin. Daar zit hij. Oké, kringtje aan. Wauw, wat heb je al die gestolen schatten snel gevonden. Spring aan boord om naar de magiërs te gaan als je klaar bent. Kun je ook je klep houden, alsjeblieft? Alsjeblieft, hou je klep. We gaan naar de magiërs! Yay! Zelfs Pyro, die zit extra van... Duurt lang. Wel grappig eigenlijk dat hij een luchtballon nodig heeft. Ik bedoel, serieus, hij kon net vliegen. Ah, het land van de magiërs. Wat leuk. Voor de mensen die het trouwens willen weten... Nee, we willen het niet weten. Hou maar je klep. Oké. Voor de mensen die het wel willen weten... Nee, we willen het allemaal niet weten. Hou je klep. Nee. Die is gemeen. Maar, ja... Je hebt hier dus, zeg maar, nou weet ik niet meer waar ik wou uitleggen. Oh ja, nee, ik weet het niet meer. Oh ja, voor de mensen die het wel weten, er zijn 5 werelden en, ja, we zijn nu in wereld 3. En we houden niet van water. Ik wil wat weten! Dat is erg, hè, als je dan iets wilt vertellen en dan echt één keer zo'n grappen doorheen, weet je totaal niet meer, totally lost me. In ieder geval, die gast. Die springt elke keer over dat muurtje heen, hè. En daardoor blijf je rondjes lopen. Super irritant. Gewoon een keertje wegduiken en je wint. Oké, zijn jullie alle 4 klaar? Goed, alle 4? Voice acting. Welkom bij de magiërs. Ik wil dat je de draken bevrijdt, onze schatten verzamelt en de eieren afpakt van die nare blauwe dieven. Zullen we het eens heel eventjes over gaan hebben wat ik wil, meneer de draak? Lars, dankjewel dat je gezellig langs was. Was gezellig. Zullen we het eens eventjes over hebben wat ik wil, meneer de draak? Ik wil hun eventjes eerst aan de kant hebben. En dan gaan we het eens heel eventjes hebben over een CAO of zo, weet je wel. Gewoon een vakantiedagen, betaling of zo, weet je wel. Mag ik die treasures houden? Serieus? Kan ik voor heel vakantie? Krijg ik hiervoor betaald? Waarom doen jullie niks? Zijn toch behoorlijk dingetjes die toch, ja, die me toch best wel lastig zitten eigenlijk zo, hoor. Waarom heb ik zo'n idee dat jij iets gaat doen? Zoals mij uitlachen.
Ja, daar heb je mij goed te pakken hoor. Meneer de magier, daar heb je mij heel goed te pakken. Helaas te laat. Mis. Dus. Maar dit weekend dus niet echt veel bijzonders gedaan. Nou ja, dat kan. Dat gebeurt wel eens. Pas op jullie twee, hè? Nog zo'n gek beest. Alleen al, kijk naar zijn gezicht. Kijk hoe dat hij daar staat. Zo. Dan beest. Deze die gaat dus alleen maar rondjes rennen. Deze, hij lijkt heel erg simpel, maar dat echt vergist toen niet. Kijk hoe snel dat hij is, man. Weet je wat, het is alsof dat je aan het lubbelen bent, weet je wel? Dat je dus de hele tijd... Oké, weet je wat, we gaan hem gewoon op de oorspronkelijke manier aanpakken. Word je al duizelig? Ik wel! Oeh, bijna! Yeah. Ik haat jou! Ik mag je niet! Je bent gemeen! Stink! Kom! Door! Jongen. En het ergste is, die gasten die komen ook nog eens een keer terug. Maar ik vind het op zich wel grappig hoe dat eigenlijk de main world ook nog eens een keertje een wereld is die je dus eigenlijk zou moeten doen. Ja, dat dacht ik toch even van niet, hè. Dat vind ik eigenlijk een van de dingen die wel grappig is. Want je hebt dus zeg maar de homewereld. En daarin zitten dan de werelden. Maar de homewereld is ook een wereld of een level die je eigenlijk zou moeten doen. Want ja, we weten allemaal, dit zijn allemaal van die hele leuke leveltjes. Hartstikke leuk, hartstikke aardig. Haha, leuke levels. Maar er is meer. Namelijk, ja, jullie zagen hem daarboven al zitten. Meer cutscenes, kom op, Stevie. Ja, die is veel te snel. Daarmee moeten we chargen. Waarschijnlijk gaat hij daarover uitleggen. Hoe gaat hij dit uitleggen bij de berggrot? Kom maar. Als je zulke pijlen ziet, kun je er overeen stormen om een superboost te starten. Superboost? Klinkt goed. Oké, probeer het maar. Superboost? Ik zeg juist, volgens mij ben ik Arnie. Stormen. Wij gaan voor de term stormen. Deze poort leidt naar een speciale plek waar je kunt leren vliegen. Ik weet nog dat ik een jonge draak was en mezelf moest bewijzen. Leren vliegen, begrepen. Sorry, maar op het moment dat een oude draak jou probeert uit te leggen wat je gaat doen en noem maar op, is het wel leuk om te zeggen, doei! Volgens mij deed hij dat ook ergens. Op het moment in het Engels dan, was het echt zo van, I gotta go. Dat was grappig. Dat doen ze dan nou niet meer. Hi. Auw, dat deed pijn. Ik herinner me nog ook dat hier ergens een plek is waar we dus die dash aanval door moeten laten lopen. Trouwens, ja, Bada, dit is de level 4. Of level 3, sorry. En wat hebben we nodig om naar level 4 te mogen? Oh, moeten we echt weer naar die cringe stem luisteren? Bedankt, Spyro, dat je zoveel drakeneieren hebt gevonden. Spring aan boord om naar de beestenmakers te gaan als je klaar bent. Wil je er naartoe? Nee! We kunnen nu al gewoon naartoe. Ik serieus, als je wereld 1 en 2, als je die dus gewoon 100% uit hebt gespeeld, dan kun je al gewoon naar wereld 4. Dan kun je gewoon heel deze wereld skippen, zou je willen. Wil jij geen donderschok naar mij doen? Afgekeurde Vivi. Ah, kijk hier, deze. Daar moeten we dus die stormramp voor gebruiken. Dus wat we moeten doen, dit is best wel tricky. Let op. Letten jullie op? Pen en papier erbij? Mooi. Wat we moeten doen, is we willen hier naar beneden dashen. De dash vasthouden. Gelijk naar rechts. Bam. Dat is de enige manier om die gem te pakken te krijgen. Door te dashen.
Tovenaar speak, jee. Au. Ik was even je naam belachelijk aan het maken. Mag dat nou ook al niet meer? We hebben bijna alle gems ondertussen al. Ik serieus, is dit op? Volgens mij missen we er dan 14 in totaal. Maar ja, we kunnen hier ook nog in. Oh, nee, die grap hebben we al gedaan. Eens even kijken, waar zat dat kistje ook alweer? Ik weet dat er zo'n kistje zat. Zat hij niet binnen? Wat is er mis met mijn stem? Waarom gaat mijn stem naar beneden? Is er een hele hoge pitch? Ik weet niet waarom mijn stem naar beneden is. Een hoge pitch gaat, maar in één keer gaat mijn stem een hoge pitch. Ik weet niet wat het is. Sorry jongens. Jammer joh. Ik weet toch zeker dat hij hier ergens zat? Ergens in het begin. Jij zept mij! Daar ook niet van. Zeppen naar het achtste. Ja, Sparks, ik weet dat jij het er kan aanwijzen, maar als je alles aan moet gaan wijzen, dan kan ik net zo goed al gelijk naar deel 2 toe gaan, waar iedereen op zit te wachten, hè. Maar ja, deel 2 is niet mogelijk zonder deel 1. Hij zit daar, hè. Ja, naar boven. Maar goed dat ik dan jou toch de weg laat leiden ondertussen, Sparksy. Je een vlindertje hebben, Sparksy. Waar wijs je nou naartoe? Maak even een keus. Dan op. Zo. Dan naar boven. Oké, we zijn hier boven en dan. Oh, kijk hier. Oh ja, dit herinner ik me nog, ja. Daar beneden zie je plateautjes liggen. En ik dacht van, oh, misschien kun je op die plateautjes. En nee, dat kan dus niet. Waar wijs je nou naartoe? Echt, daar waren we net. Oh, wacht eventjes. Er zit daar een cave. Maar die haal je toch vanuit... Je moet toch vanuit daar boven springen? Oké. Okay. I did it! Level compleet! Gefeliciteerd! Je hebt de main wereld van level 3 op wereld 3 heb je helemaal 100% complete. Nu is het tijd om aan de werelden te gaan werken of aan de levels te gaan werken. Zal Stevie dit voor elkaar gaan krijgen? Blijf bij de volgende aflevering van Let's Play Stream, hoe je het ook gaat noemen, Spyro de Draak. Aflevering, of deel 1. Want deel 2 kunnen we niet doen zonder dat we deel 1 helemaal hebben gedaan. Nogmaals, sorry. Dit spijt mij zeer. Maar goed, in ieder geval, ik dank jullie voor het kijken. En dan natuurlijk een like achter als je daar de tijd voor hebt. Kom je een keertje bij de livestream. De link staat in de beschrijving. Of ik in elke aflevering zeg, dat is ondertussen wel duidelijk. Ik hoop jullie allemaal weer te zien bij de volgende aflevering. Die wordt geüpload. Dus, ja, doei!